Dag dames en heren. Eind augustus waren de weerkaarten voor de 30-daagse periode die toen geldig was heel duidelijk. In de loop van september zou het wisselvallig herfstweer gaan worden. Maar op dit moment is daar absoluut geen sprake van. Op dit moment zien we dat het heel rustig weer is in Nederland. En ook begin volgende week is dat het geval. Maar in de loop van volgende week, ja dan zien we wel duidelijk veranderingen. We gaan maar eens kijken aan de hand van de 30-daagse weersverwachtingkaarten wat er allemaal op ons afkomt. Komende dagen ligt er een krachtig hoge drukgebied boven het noorden van Europa. Lage druk is aanzet op de oceaan ten zuiden van IJsland richting Ierland. Met een uitloper ten zuiden van ons richting het Middellandse zeegebied. Maar dit hoge drukgebied is bepalend voor het weer in onze omgeving. Het levert rustig weer op dit weekend, begin volgende week. In de loop van volgende week dan worden die depressies wat opdringeriger. Maar voor die tijd is het dus heel rustig september weer. Opvallend, bij het hoge drukgebied in het noorden van Europa en ook in het oosten van Europa wordt het de komende tijd behoorlijk koud voor deze fase van september. In onze omgeving vrij normale temperaturen, ten westen van ons is het duidelijk wat milder en die frissere lucht die weet in de loop van de week ook tot onze omgeving door te dringen. Bij de lage drukgebieden, ten westen van ons duidelijk natter dan normaal, de Britse eilanden onder andere. Bij het hoge drukgebied is het juist een stukje droger. En kijk ook even naar de neerslagafwijkingen in het zuiden van Frankrijk en het noorden van Italië. Ook daar kunnen ze dus de nodige zomerse buien nog verwachten. In onze omgeving, wat betreft neerslag, weinig bijzonders te melden. Wat we wel zien is dat in de week van 27 september tot 4 oktober er opeens het een en ander verandert in de temperatuur. We zien opeens temperaturen boven normaal. Zou dat na zomer weer opleveren? Nou, ik kan kort zijn. Nee, dat is niet het geval. En dat kunnen we ook bekijken aan de hand van de huidige 15-daagse pluim. Wat, wat zien we? We zien heel duidelijk de komende dagen mooie temperaturen in de middag van een goede 20 graden. Vanaf maandag, met die oostenwind, iets wat koelere lucht wat aangevoerd wordt. De nachten lijken ook kouder te worden. Misschien komen we landinwaarts wel eens een keer in de buurt van een graad of vijf uit. En dan eind volgende week dan zien we een verandering. De maximumtemperatuur blijft op een graad of 18 uitkomen, al zitten er wel een paar uitschieters bij. En de nachten die worden duidelijk minder koud. De gemiddelde temperatuur over het hele etmaal komt duidelijk boven normaal uit in deze periode. Dus ja, het wordt warmer, maar na zomerweer wordt het zeker niet. Want ook als we kijken naar de neerslagkansen, dan zien we dat die tot en met woensdag Vrij laag zijn. Er zou eens een keer een verdwaalde bui kunnen vallen de komende dagen. Maar wat we vooral zien is dat vanaf donderdag er een wisselvalligere periode aan zit te komen. En dat zien we ook terug in de weekverwachting voor 27 september tot 4 oktober. Het wordt duidelijk natter in onze omgeving. Meer neerslag dan gebruikelijk. En dat heeft alles te maken met in dit geval lage druk in onze omgeving. Het hoge drukgebied boven Noord-Europa gaat aan de wandel, schuift naar het oosten weg. En bij ons kunnen oceaanstoringen wel degelijk doordringen, zorgen voor buien, meer bewolking en daardoor vooral minder koude nachten. En dus een etmaaltemperatuur die iets boven normaal uitkomt. Maar van na. Na zomer weer is geen sprake. Het wordt echt wel een stukje onstuimiger want met die laagdrukgebieden kan ook de wind af en toe behoorlijk uitschieten. Het lijkt overigens wel dat dat wisselvallige weer van korte duur is. Want in de periode na 4 oktober, helemaal tot aan de herfstvakantie aan toe, zien we sowieso weinig duidelijke signalen in de weerkaarten terugkomen. Maar wat we ook zien is dat er niet echt meer overtuigend depressies vanaf de oceaan tot onze omgeving doordringen. Hoge drukgebieden verhinderen dat toch enigszins. En dus kunnen we stellen dat we de aankomende week in eerste instantie rustig, maar wat fris september weer hebben. In de loop van volgende week wordt het weer. Maar die wisselvalligheid die houdt maar eventjes aan. Al heel snel als oktober op de kalender staat, volgt er toch weer een overgang naar een wat rustiger weertype, weliswaar geen nazomerweer, maar ook geen onstuimig herfstweer. Tot volgende week!